Frank. Heb jij je aan je... Ik weet dat het je verjaardag is. Je was gisteren een beetje teleurgesteld omdat ik geen rat had geregeld voor de request. Nou ja, kijk, ik was een week op vakantie en jij deed dit programma met Timur. En ik las op een gegeven moment op internet en op Twitter, zag dingen voorbij komen dat jullie niet het requestrat hadden gebruikt, maar een requestrat. Ja, een klein ratje. Een ratje. In een doolhof die dan door een poortje heen moest lopen. En dat, weet je wel, dat bepaalde dan welk liedje eraan gevraagd kon worden. Net als het rat eigenlijk. En ik heb gisteren natuurlijk een oproep gedaan en de luisteraartjes gevraagd om mij te helpen aan een rat. Want jij wilde graag weer met de rat verder. Ja, leek mij leuk. En iedereen die het af weet. Iedereen, mensen hadden zoiets van, joh, hey, laat ze het lekker zelf uitzoeken bij de radio, weet je wel. Dus ik ben even in de telefoon geklommen vanmiddag. Mm-hmm. En ik heb een dierenwinkel gebeld hier in Hilversum. Ja. En, de telefoon... Toch niet Pets Place? Pets Place. ik zeg, met Frank van de Koen en Sander Show. En het enige wat ik hoorde was, ja, die kennen wij wel. Bam, telefoon erop. Ja. Nee, wij hebben ooit een hele uitzending besteed aan het kapotmaken van Pets Place. En dat is zeer geslaagd. Ze weten het nog. Ja, dat... Maar nu heb je ook een ander winkeltje in Hilversum. Die heb ik even gebeld. En dat is Herman. Ik wil eigenlijk Herman vragen om even de studio binnen te komen. Want we hebben iets anders wat we dan even het doolhofje in kunnen sturen. Jagen. Okay. Herman! Hey Herman. Hey, welkom. Nou lekker, Frank, ik weet niet, er komt hier een kist... Een doosje. Oh mijn god, nee. Herman, ga lekker hier achter de microfoon zitten. Een klein pakketje, zou ik dit hier neerzetten? Ja, zet maar even op de grond. Even kijken. Er komt hier een piepschuime kist binnen van 1 bij 1 meter. Hallo Herman. Hi. Hi. Jij bent van HCH in Hilversum. Ja, Herpetologisch Centrum Holland. Ik heb jou gebeld, want wij konden geen ratten vinden voor ons doolhof. Ja. Wat heb jij voor ons meegenomen? Ik heb voor jullie meegenomen 1 schorpioen en een paar slangetjes. De tyfus, hé. Maar, het doolhof is weg. Hé? We hadden hier altijd zo'n doolhof. Dat is vandaag opgehaald. Nee. Want we hadden het namelijk gehuurd. Ja? En er is een hele ijverige collega bij BNN die vandaag dacht, kom, ik ga het doolhof eens even ophalen. Maar Koen, wacht heel eventjes. Ik word gisteren door jou hier echt uitgekafferd, omdat ik geen rat bij me had. Dat wist ik ook niet. Nou bel ik Herman, die komt hier helemaal naartoe met een doos vol met slangen. En voor jullie. Ja, en dan ga jij mij vertellen Ja, maar dat gaat volledig buiten mij om, dit. Maar we vinden wel wat. Of zo? Heb jij een idee, Herman? Ja, je kan zat doen met die slangen natuurlijk. Je kan zat doen met die slangen. Ja, zal even een liedje doen? Ze bijten niet. Zijn niet gevaarlijk. Dus. Maar wat voor slangen zijn het? Ik heb 1 hele kleine voor jullie. Moet even in je microfoon praten, Herman. Oh, ik heb 1 hele kleine voor jullie meegenomen. Dat is een rattenslang. En een grotere rattenslang. Een rattenslang? Een rattenslang, wel te vragen. Het request rattenslang. Zo kan het ook, ja. Goed. Hoe ben je met beestjes? Ik ben daar helemaal niet van. Godverdomme. En het grappige is dat onze producers van dit programma... ze staan ineens achter dubbel glas, hè? Hi, jongens. Dit durf al niet meer. Nou, mocht je een goed idee hebben hoe we dit kunnen oplossen... de dieren zijn er. Ja, ik heb mijn pakje aangehad, hoor. Ik heb het geregeld. SMS maar even naar 3333. Van tegenwoordig op 3FM en Sterrenstof. Hoe is het, Frank, met de ontwikkelingen? Nou, we hebben een goed idee. We gaan er wel uitkomen. Ja? Ja, gaat lukken. Want straks na het nieuws moeten we al natuurlijk. Ja, nee, maar we zijn al even aan het testen met een schorpioen. Schattig diertje. Oh, wat een snoesje. Ik vind slangen prima, maar er ligt dus echt een schorpioen nu gewoon vrij in de studio. Ja, ja. En geen kleintje ook. Gadverdamme. Zijn die dingen gevaarlijk? Ja, hè? Denk ik wel, Herman. Herman zegt niks meer, jongens. Wat ligt Herman in die hoek te schuimbekken? Nee, ze niet gevaarlijk. Ja, ja. Nee, hij doet niks hoor. Baf! Straks dus de bijzondere uitvoering van het requestrat. Maar eerst om 5:05. Het nieuws met Bart-Jan. Het nieuws van vanmiddag en toch wel het verhaal van de dag. En omdat Frank jarig is vandaag, kan ik echt een zomersdagje aankondigen. Zaterdag. De weermannen zijn ervan overtuigd. Hey. Alleen later in de middag gaat het toch onweren. Dus het is okay. Pret is van korte duur. Dankjewel, Bart-Jan. Waar is die schorpioen? Frank? Ja. Hi, hi. Oh. Ik heb even de loopmicrofoon gepakt. Ja. Want we zijn er klaar voor. Nou, check het op de webcam. Kun je meekijken hoe Frank dit uiteindelijk gaat oplossen. Ja. Want hij schuift het wel leuk in mijn schoenen. Maar ik wist er echt niks van dat het ding al weg was. Maar je hebt een oplossing, hè? Wat we hebben gedaan is, we hebben het requestrat hebben we op de grond plat neergelegd. Ja. Dus wat wij gaan doen is niet het requestrat, maar de requestratslang.
Ah, dus dat ding dat ligt plat op de grond, het rad. En wat we gaan doen is, we gaan een slangetje in het midden van het rad leggen. Tuurlijk. En dan start jij een klokje, Koen, als je dat hebt. Een klokje en een zoomer, het liefst. Oh. En dan wachten we af waar die binnen 10 seconden op gaat liggen. Oké. Okay. Want het is een vrij bewegelijk slangetje. Misschien rolt hij er wel af of glijdt hij wel af. Hij wil natuurlijk weg van het midden. Maar het is even de vraag via welke kant hij er dan af glijdt. En dat is dan de plaat die je kan aanvragen. Wat leuk zeg. Ja, een beetje improviseren dan, hè? Nou. Het request. Ik zou zeggen, fiets me erop. Ja, en check de webcam natuurlijk. 3fm.nl. Goed, daar gaat de rattenslang. Die wordt midden op het rad gelegd. Oké, hij speurt meteen ervan af. Hij glijdt een beetje naar rechts beneden. Pakt hij de plaat in de plaat of de thuisplaat? Hij pakt de thuisplaat. Blijft hij liggen? Spannend is het. Of besluit hij weer terug het rad op te glijden? Want hij is nu voor de helft over het randje heen. Hij glijdt verder af langs de rand naar beneden. Wat gaat er gebeuren? Blijft hij langs de thuisplaat glijden? Ja of de nee? Of doet hij toch de platinaplaat? Koen, we hebben een winnaar. Het is de thuisplaat. Hey, de thuisplaat. En dat betekent dat, dat we op zoek zijn naar liedjes uit eigen land. Mm-hmm. Of die gaan over... Home. Home, ja. Nou. Sweet Home Alabama bijvoorbeeld. Mag allemaal. Oost, West, Thuis, Best. Als jij een thuisplaat hebt, dan moet je hem nu sms'en naar 3333. En wie weet komt hij dan straks voorbij. Heb jij die schorpioen gezien trouwens? Nee. Oh, hij zit nu in de ballen van Bart-Jan. Er wordt een heel hoge bulletin straks om 6 uur. Het verkeer, Edwin Gerritsen. 200 kilometer file. In het midden van het land heb je de grootste kans om in de file te komen. Er zijn weinig opvallende files bij. Veel vertraging heb je op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Knopert Hocht en Leenderstad, 9 kilometer file. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Voor Knopert de Nieuwe Meer, 6 kilometer na een aanrijding. De weg is wel weer vrij. De A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Afrit Maren, 7. En op de A50 van Arnhem naar Oss staat tussen Knopert Grijshoord en Knopert Ewijk 10 kilometer. Dankjewel. Sterkt als je in de file staat natuurlijk. Wij slepen je er doorheen met een thuisplaat. Dus ze zijn welkom op de SMS 3333. Koen en Sander, leuker dan een ander. Altijd op een best. En beter dan de rest ook.